Als je deze film kijkt, dan heb jij te horen gekregen van je arts dat jij femoroacetabulaire impingement syndroom hebt. Dat is een heel mond vol en in deze video willen we je laten zien wat is dat en wat kan je daaraan doen. Hallo, ik ben Adam Weer en ik ben sportarts hier in het Erasmus. Femoroacetabulaire impingement syndroom wordt ook in FAIS afgekort. De symptomen van FAIS zijn vaak pijn in de lies. De meeste mensen met FAI-syndroom voelen pijn diep in de voorkant van de lies. Daarnaast kan je ook pijn hebben aan de zijkant van de heup en ook naar de bil toe. Vaak voelen mensen dan ook dat de heup wat beperkt is qua bewegelijkheid. Ja, dus de gewricht voelt stug en je merkt ook dat je je been minder ver kan bewegen dan vroeger. Naast de symptomen is het belangrijk dat wij met onze testen bij lichamelijk onderzoek de pijn kunnen opwekken. Dit doen wij door verschillende testen van het heupgewricht uit te voeren. We checken daarbij ook de bewegelijkheid van de heup. En bij FAI-syndroom is er vaak sprake van een beperkte bewegelijkheid van het heupgewricht. Dus hebben we de symptomen die daarbij passen. Dat is pijn aan de voorkant van de lies. Pijn als wij het heup onderzoeken vaak met een bewegingsbeperking erbij. En het derde deel om de diagnose definitief te stellen is dat er ook een veranderde vorm moet zijn van je heupgewricht. Dit kunnen we vaststellen door middel van een röntgenfoto. Je heupgewricht bestaat uit een kop en een kom. Samen noemen we dat een kogelgewricht. Een kogelgewricht kan in veel verschillende richtingen heel mooi bewegen. Bij FAI-syndroom heb je een net iets andere vorm van je heupgewricht. Dit kan aan de kant zijn van de kop, dan noemen we dat de kamvorm en dan is je heupkop net iets minder rond. Dit zorgt ervoor dat bij bepaalde bewegingen je heupkop eerder tegen de kom aanloopt. Aan de andere kant heb je dan de kom. Hierbij kan er sprake zijn van een net iets diepere dan gemiddelde kom. Dit noemen we dan de pinsenvorm van de heup. Dit zorgt er ook voor dat bij bewegingen de kop en de kom eerder tegen elkaar aanlopen. Je kan ook allebei tegelijk hebben aan de kop en de komzijde en dit noemen we dan de mixed type. Dus om de diagnose FAI-syndroom te stellen is het belangrijk dat alle drie de criteria aanwezig zijn. Dus we hebben symptomen die daarbij passen. We hebben bevindingen bij lichamelijk onderzoek en op de röntgenfoto is zichtbaar de kamvorm of de pinsenvorm van de heup. Als je alle drie hebt, dan zijn wij er zeker van dat de diagnose FAI-syndroom is. Deze heupvormen komen heel veel voor bij mensen. Veel vaker alleen bij sporters, maar ze geven lang niet altijd klachten. Hallo, ik ben Tom Piskaar. Ik ben orthopedisch chirurg hier in het Erasmus MC. Wat zijn je behandelmogelijkheden? Stap 1 is dat je je bewust bent geworden van wat je hebt. Het femoroacetabulaire impingement syndroom. Stap 2 is het krachtig maken en stabiel maken van je heup. Maar daar kan de fysiotherapeut je veel meer over vertellen. Hi, mijn naam is Matthias Middelkoop en ik ben fysiotherapeut. Binnen de fysiotherapie kunnen we aan de slag met drie dingen. Het eerste is het geven van kennis en inzicht over je blessure, waarbij we mogelijk met kleine tips en tricks al mee kunnen denken in het verminderen van je klachten in het dagelijks leven. Daarnaast denken we graag mee in het aanpassen van je sportbelasting, zodat je ook tijdens het sporten je klachten onder controle kunt houden. Het tweede wat we kunnen doen is het geven van behandeling op de bank. Tijdens deze behandelingen gaan we ermee aan de slag om de bewegelijkheid van de heup te verbeteren. Het verbeteren van de bewegelijkheid is tevens een goede voorbereiding op het gaan doen van oefentherapie. Het derde en het belangrijkste waar we mee aan de slag gaan is het starten van een opbouwend oefenprogramma. Dit oefenprogramma zal erop gericht zijn voor het versterken van de stabiliserende spieren rondom het heupgewricht. Dit kan op termijn een heel goed effect hebben, maar vraagt wel tijd en inzet. Mocht er na je oefentherapie en je krachttraining nog steeds klachten zijn en je nog veel pijn hebben, dan is er misschien de mogelijkheid tot operatie. De heup kan geopereerd worden door middel van een kijkoperatie. We kunnen dan de vormvariant van de heup iets aanpassen, zodat je bewegelijkheid groter wordt. Echter, na een operatie is ook weer revalidatie nodig, waarbij je gemiddeld 9 maanden bezig bent voordat je weer op je oude niveau zit.